Alle oplossingen, of tijdelijke oplossingen, of deeloplossingen die er voor de ouders zijn gekomen, die zijn er allemaal gekomen. Door die kritische Kamerleden, niks door het kabinet. En mijn vraag aan de minister-president is dan ook, als hij hier al die tijd weet van had, waarom heeft hij niet ingegrepen? Waarom heeft hij al die dwangvorderingen al die tijd door laten lopen? Heeft hij al die mensen al die tijd in de ellende gestort, terwijl hij ervan wist? En hoe haalt hij het in zijn hoofd? Waar haalt hij het lef vandaan om dan die Kamerleden te bekritiseren? Om dan die Kamerleden de mond te snoeren? Dank u wel. Dat is een interruptie van de heer Jetten. Ja, voorzitter. Allereerst denk ik heel goed dat mevrouw Marijnis even een aantal persoonlijke voorbeelden aanhaalt. Want je zou in alle ophef van de afgelopen week bijna vergeten wat die duizenden ouders hebben meegemaakt door die toeslagenaffaire, waar mensen nog steeds in diepe ellende zitten. En de compensatie daarvan gelukkig is gestart, maar voor veel mensen ook te laat komt. Dus goed dat mevrouw Marijnis dat ook even in dit debat noemt. Dan heb ik een vraag over waarom we nu eigenlijk hier staan en eigenlijk dat ook gerelateerd aan dat rapport van die parlementaire ondervragingscommissie en het debat dat we in deze Kamer eerder dit jaar al hebben gevoerd. Die POC heeft goed onderzoek gedaan namens ons als Kamer wat er de afgelopen jaren allemaal is misgegaan in die toeslagenaffaire. Die POC heeft daar een snoeihard rapport over opgeleverd en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het kabinet zeer terecht voltallig het ontslag heeft aangeboden aan de koning. Was ook de enige mogelijke conclusie na dat POC-rapport. Maar ik hoor mevrouw Marijnissen vandaag in dit debat en ook mevrouw Leijten afgelopen week bij Op1 eigenlijk suggereren alsof dat allemaal nieuwe informatie is. Alsof dat de POC niet de notulen had waaruit je dit al kon concluderen. Zo staat er, mevrouw Leijten zei letterlijk, ik heb die notulen niet gekregen, maar alleen maar samenvattingen. Maar we weten nu, de notulen zelf waren 37 pagina's en het stuk dat aan de POC ter beschikking werd gesteld, 31 pagina's. Staat gewoon precies hetzelfde in. Dus ik deel met u de boosheid over die toeslagenaffaire. Ik deel met u de boosheid dat het te lang heeft geduurd. Ik deel met u ook de frustratie dat al die ouders daar nog steeds op moeten wachten. Maar wij wisten al dat dit kabinet daar de afgelopen jaren fout had gezeten en dat het kabinet daarover is afgetreden. Dus waar komt nu deze extra verontwaardiging vandaan, vraag ik aan mevrouw Marijnissen. Mevrouw Marijnissen. Voorzitter, allereerst het eerste deel van de heer Jetten over de ouders. De heer Jetten zegt goed dat hier toch nog even genoemd wordt. Wat mij betreft moet dat niet toch nog even genoemd worden. Ik denk ook niet dat dat is wat u bedoelt hoor. Maar ik zou echt hier een dringend beroep willen doen op u, maar op alle collega-Kamerleden. Laat het alsjeblieft vandaag vooral over die ouders gaan. We hebben allemaal vanochtend de Trouw kunnen zien. We hebben allemaal kunnen zien hoe desastreus het op dit moment nog steeds gaat met de uitvoering van gewoon een fatsoenlijke compensatie voor deze mensen. Dat betekent gewoon het geld wat je ooit onrechtmatig is afgepakt, dat je dat terugkrijgt. Zelfs dat lukt tot op de dag van vandaag nog niet om fatsoenlijk uit te voeren. En dat is echt de schande. En ik hoop dus in de volle omvang dat dit debat niet alleen gaat over notulen en over proces en poppetjes, maar vooral ook over die ouders. Dan het tweede deel van de vraag van de heer Jetten. Stond er nou heel veel nieuws in? Er stonden zeker nieuwe dingen in. De heer Jetten weet ook dat natuurlijk die ondervragingscommissie maar een beperkte opdracht had. Behoorlijk wat dingen zijn buiten de onderzoeksvraag van de commissie gebleven. Dat is een hele lijst van dingen, maar onder andere het gebruik van tweede nationaliteit bijvoorbeeld. Ik vind het echt schokkend om te lezen dat al lang en breed, ook bij het kabinet in hoge kringen, bekend was dat dat een groot probleem was. Ik vind het schokkend om te lezen in die notulen dat al lang en breed bij het kabinet bekend was dat de groep die dit betreft, namelijk mensen die onterecht beschuldigd worden, die vermarseld worden door de overheid, dat die veel groter is dan dat wij hier waarschijnlijk weten. Nou, sorry meneer Jetten, maar misschien heeft u meer informatie dan ik, want we hebben ook in de notulen kunnen lezen dat coalitiepartijkamerleden regelmatig meer informatie ontvangen, eerder informatie ontvangen dan wij als oppositiekamerleden. Dus misschien is dat in dit geval ook zo, dat weet ik niet. Maar ons is die informatie namelijk niet bekend. En dat is ook de reden waarom ik die vraag nu aan het kabinet heb gesteld. Ik vind dat schokkend. Ik zou denken, als je als kabinet toch er kennis van krijgt dat een groep mensen die onterecht aangepakt wordt, dat die zo groot is, dan zou je toch alles op alles moeten stellen om te zeggen, we gaan dat boven tafel krijgen, we gaan een oplossing zoeken. Nee, in plaats daarvan zie je dat dit kabinet bezig is met het zogenaamde precedent beperken. Dus vooral zorgen dat de problemen van mensen niet naar buiten komen. Dat de beeldvorming maar goed blijft. De heer Jetten. Ik vind dat schokkend, ja. Dank u wel, de heer Jetten.
Voorzitter, laten we dan vooral ook onze debatten hier in de Kamer daarop focussen. Laten we erop focussen hoe we die toeslagenaffaire sneller kunnen afhandelen. Laten we erop focussen of dat er bij andere uitvoeringsorganisaties ook dingen misgaan. Want wat mevrouw Marijnissen nu doet, voorzitter, ik ga er toch even een paar dingen bijhalen. Want wordt hier de indruk gewekt alsof die POK misschien zijn werk niet goed heeft gedaan? Of dat wij als Kamer begin dit jaar niet al alles wisten dat we moesten weten om het kabinet naar huis te sturen als ze niet zelf waren afgetreden? Ik citeer even uit allereerst, en dit kost even tijd, voorzitter, maar het is een belangrijk punt. Dit zijn de geanonimiseerde notulen, daarin staat, die de POK dus heeft gekregen. In de richting van mevrouw Lodders is reeds het belang van de eenheid binnen de coalitie benadrukt. Opgemerkt zij dat veel tijd en energie is gestoken in het sensibiliseren van de heer Omtzigt met overigens beperkt succes. Dat is overigens een compliment aan die twee coalitiekamerleden die zich daar dus niks van aantrokken en hun werk gewoon voortzetten. Maar dit stond dus in de geanonimiseerde notulen die de POK al had, die de basis waren voor de POK-conclusies en een van de redenen waarom dit kabinet wegging. Dan hebben we nu de notulen van het kabinet gekregen. Daarin staat dat de minister-president laat weten in de richting van mevrouw Lodders reeds het belang van eenheid binnen de coalitie te hebben benadrukt. En daar staat, de minister Hoekstra sluit zich aan, ... opgemerkt zij dat door minister De Jonge en Spreker veel tijd en energie is gestoken in het sensibiliseren van de heer Omtzigt. Met andere woorden, voorzitter, wat afgelopen week uit die notulen bleek, die het kabinet terecht heeft vrijgegeven, dat wist de Kamer al lang, omdat het in de geanonimiseerde versie al aan de POK was toegestuurd. Dus waar ik voor wil waarschuwen, voorzitter, en daar graag de reflectie van mevrouw Marijnissen op, laten we voorkomen dat we hier allerlei opgeklopte ophef gaan hebben over zaken die de Kamer al lang wist en onze energie steken in het begin van haar betoog van mevrouw Marijnissen, zeer terecht. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit soort ellende in de toekomst wordt voorkomen en we het ook sneller oplossen voor al die getroffen Nederlanders? Dank u wel. Mevrouw Marijnissen. Ja, als het gaat om de oproep van de heer Jet om al onze energie te steken in een oplossing voor de ouders, dan zou ik echt zeggen, sorry, dan hoop ik dat hij dat bij alle andere Kamerleden die dadelijk hier staan ook roept. Want ik denk dat dat aan ons adres misschien ook het minst nodig is. Volgens mij is de SP, ik refereerde al aan ons meldpunt, dat was zomer 2019, de inzet van Renske Leijten, volgens mij zijn wij continu bezig, juist om het belang van de ouders voorop te stellen. En is het schokkende, uit dat wat we hebben kunnen lezen, dat hier dus een kabinet zit, wat helemaal niet het belang van die ouders voorop stelt. Deden ze dat maar. Dus ik hoop dat u mag het aan mij vragen, prima. En ik onderschrijf het van harte, sterker nog, ik doe die oproep zelf hier. Maar ik hoop vooral dat u uw kabinet hierop aanspreekt. Want dat is toch wat we uit die notulen in de volle omvang kunnen lezen. En dat is toch wat het meest schokkend maakt. En zeker had de ondervragingscommissie stevige conclusies, ja. En terecht dat het kabinet is afgetreden. Maar hoe schokkend is het om vervolgens te zien dat een hele zomer lang, in 2019, dit kabinet alleen maar bezig is met de beeldvorming. Hè? Want laten we wel wezen, het gaat over de mond snoeren van kritische Kamerleden. Dat noemde u ook al. Maar het gaat over veel meer dan dat. Het gaat ook over het klein houden van de groep, het beperken van het precedent. Ik vind dat ongelooflijk. Je zou moeten weten, er is een probleem. Wat erg, hoe gaan we dat oplossen? Nee hoor, daar is dit kabinet niet mee bezig. Dit kabinet is mee bezig. Hoe houden we dit in de doofpot? Het woord huisuitzettingen komt in die hele notule exact 0 keer voor. Dank u wel. Het woord discriminatie komt in die notule exact 0 keer voor. Kinderen die opgroeien in armoede, het komt in die notule 0 keer voor. 37 pagina's hebben we kunnen zien. 0 keer komt het voor. Dus ik hoop dat u ook de kritische vragen aan het kabinet stelt. Dank u wel. Voorzitter, ik heb zometeen ook vragen aan andere sprekers. Ik zal in mijn eigen bijdrage ook stilstaan bij het leed van die ouders en ook vragen aan het kabinet stellen. Maar ik wil toch ook echt wel voorkomen dat wij als Kamer hier vandaag ook de hele dag bezig gaan zijn met beeldvorming. Want de suggestie wekken alsof er de afgelopen week allerlei nieuwe informatie op tafel is gekomen die deze ellende nog veel groter maakt, dan zijn we als Kamer zelf ook alleen maar met die beeldvorming bezig. Waar we mee bezig moeten is wat een aantal Kamerleden de afgelopen jaren al heeft gedaan. De problemen boven tafel krijgen, de doelgroep verbreden, een betere compensatieregeling maken. Want dat heeft mevrouw Leijten met staatssecretaris Van Huffelen gedaan. Ervoor zorgen dat die compensatieregeling ook voor andere ouders toegankelijk werd. Dat is wat wij hier moeten doen, die problemen van mensen in Nederland oplossen. En niet zelf bijdragen aan de beeldvorming door hier de suggestie te wekken alsof er allerlei dingen in de notulen staan die de Kamer niet al lang wist. Tot slot mevrouw Marijnissen. Ja, voorzitter, ik heb hier toch wel grote moeite mee, merk ik hoor. Ik heb hier echt grote moeite mee. En ik heb misschien nog wel een vraag aan de heer Jetten. Die heb ik bijvoorbeeld ook aan het kabinet. En die ging over die dwangvorderingen. Die gewoon zijn doorgelopen ten tijde van dat dit kabinet al wist, oeh, er is van alles mis. Mensen worden waarschijnlijk veel te hard aangepakt. Is toch besloten. Nee, we weten dat die groep veel breder is. Maar bij die hele brede groep laten we het gewoon allemaal doorlopen.
Nou, kennelijk was de heer Jetten daarvan al op de hoogte, begrijp ik, want hij heeft niks nieuws in de notulen gelezen. Kennelijk is dit dan zo'n voorbeeld dat coalitiekamerleden beter geïnformeerd worden dan oppositiekamerleden. Wij zijn daar onthutst over, ja. Wij willen daar uitleg over van het kabinet. Dat is schandalig dat al die mensen al die tijd is aangedaan. Mevrouw Marijnissen, de heer Jetten heeft straks ook nog zijn inbreng. Ik geef de heer Jetten de kans om even heel kort op te reageren, maar u heeft ook nog een eerste termijn. Dus heel kort graag. En dan kunt u straks het debat eventueel voeren als de heer Jetten zijn eerste termijn heeft. De heer Jetten. Voorzitter, wat ik lees in die notulen is een kabinet dat onmachtig was om snel een fatsoenlijke oplossing voor die toeslagenaffaire te vinden. Maar wat ik ook daarin lees is irritatie over de Kamer. En dat is een compliment aan de Kamer. Het feit dat Kamerleden hier hebben volgehouden, zijn doorgaan graven, zijn doorgaan bijten. Net zo lang tot alle problemen boven tafel waren en er een fatsoenlijke compensatieregeling voor die Kamer kwam. Ik lees dus een onmachtig kabinet en een Kamer dat zijn werk heeft gedaan. En laten we daarmee doorgaan. Ervoor zorgen dat eventuele andere problemen ook in beeld komen, maar niet hier de beeldvorming en de ophef nog groter maken. Dat past ons niet. Als we een andere bestuurscultuur willen, dan zullen we daar ook als Kamer ons steentje aan moeten bijdragen. Dank u wel. Ik wil dit afronden en nu het woord geven aan mevrouw Den Haan. Ik wil heel kort op reageren. Want ik vind het echt ongelooflijk. Ook de heer Jetten, die zelfs in dit debat nog het aandurft om de beeldvorming boven de waarheid te zetten. Nou, dat is toch wel heel erg brutaal, meneer Jetten, dat u dat durft te zien. En dat u dit kabinet onmachtig noemt, terwijl u de kennis hebt die in die notulen staat, dat heeft niks met onmacht te maken, meneer Jetten. Alles is hier onwil geweest. En dat is precies wat wij dit kabinet kwalijk nemen.